Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag en ik zit even weer te veel wat zacht, want het is best wel herrie. Het is vandaag zaterdag en vandaag wordt een relax dagje. Eigenlijk zou ik niet vloggen dit weekend omdat er morgen een video online zou komen. Maar door afgelopen week is dat niet helemaal goed gegaan. Kon ik helaas niks doen. Dus vandaar dat ik deze video morgen online plaats. Eventjes een beetje een dingetje wat wel gedaan moest worden eigenlijk. Want anders was er dus niks online gekomen. En ik wil toch nog wel iets online zetten voor jullie. Vandaag, zaterdag, is er een video online gekomen. Waarin ik uitleg wat er allemaal met mij aan de hand is. En ja, dat is eigenlijk op zich een video die je wel even moet kijken. Wil je weten wat er allemaal aan de hand is. En wat betreft PDS, die stempel die ik natuurlijk heb gekregen. Mausje! Ik heb een lekker kopje koffie gezet en daar ben ik even lekker aan het genieten. Ik heb net lekker gegeten, wat kwark gegeten. Opgeruimd er net even boven. En nu wacht ik tot mijn ouders terug zijn, want die gaan boodschappen doen. En daarna ga ik ook even verder en natuurlijk even lekker broodje ontbijten. Want ik neem aan dat ze lekker broodjes meenemen bij de Lidl vandaan, hoop ik. Wat de dag vandaag gaat brengen, ik heb geen idee. Het is allemaal een beetje aankijken hoe het gaat lopen, hoe het gaat worden. Ik heb geen idee. Waarschijnlijk doe ik een beetje rustig aan vandaag. Ik ben inmiddels wel lekker aangekleed. Ik heb lekker een topje aan en lekker zo'n chille broek. En ja, jongens, we gaan allemaal zien wat het gaat doen vandaag. Maar ik wilde toch iets online zetten, dus vandaar dat ik vandaag ga vloggen. Mocht ik af en toe een beetje duf overkomen, dat komt door de medicijnen. Ik heb allerlei nieuwe medicijnen. Mouse, ik word gek van, ja. Ik heb allemaal medicijnen nu gekregen in verband met laxeren. Ik heb zelf ook een aantal medicijnen gehaald bij de drogist. Die hopelijk gaan werken. Die ga ik zo innemen voor het eerst. Misschien doet het wat, misschien doet het helemaal niks. Ik heb geen idee. Maar we gaan het proberen, jongens. Ik hoop dat het gaat werken. Wat jij? Ja. Ik ook nog een. Nika kan. Die kan ik niet nadoen. Dank u wel. Goed, lieve mensen. Mijn vader is lekker druk bezig geweest. Die heeft voor mij de bovenkant van mijn bed dichtgemaakt. En kijk hoe netjes dit er nu uitziet. Tadaa! Het enige wat vrij is zijn de boksen aan beide kanten. En voor de rest is het gewoon allemaal helemaal netjes dicht. Wit ook, dus dat vind ik ook wel heel fijn. Ik ben er heel erg blij mee. Het is gewoon allemaal netjes strak nu. Het is allemaal netjes dicht als je zo mijn kamer binnen komt lopen ook. Super mooi, ik ben heel blij mee. Moet alleen nog iets beter vast gaan zetten, want de plank die erachter staat bovenin, die laat een beetje los. Dus hopelijk blijft het zo staan. We gaan het zien allemaal. Ik ben ondertussen een beetje aan het opruimen, een beetje rommelen, een beetje spulletjes uitzoeken. Ik heb net hier even alles uitgezocht en opgeruimd en zo. En ik ga zo even lekker mijn bed verschonen. Daar heb ik ook wel weer zin in om te doen. En... of in ieder geval niet verschonen, dat is niet nodig, maar eventjes recht trekken. Dat bedoelde ik. Eventjes allemaal niks recht opgemaakt. Kussentjes erop, dat alles weer helemaal niks is. Want anders kruip ik toch alleen maar mijn bed in. Net als nu. Ik ben even wat YouTube video's aan het kijken. En even wat video's aan het uploaden die nog geüpload moeten worden. En ja, I don't know wat ik daarna ga doen, jongens. Ik heb geen flauw idee. In ieder geval ben ik wel blij met alles hoe het er nu bovenin uitziet. Allemaal netjes strak. Hallo, het is inmiddels avond en ik heb een heerlijk avond gegeten. Ik ben nu ondertussen eventjes in mijn dagboekje aan het schrijven. Dit dagboekje heb ik een tijdje geleden gekocht bij de Bruna. Was 12 euro. Was 12 euro. En dit is eigenlijk een dagboekje waarin je elke dag dus een vraag moet beantwoorden. Dat een jaar lang en dat eigenlijk voor de komende 5 jaar.
Ik heb een tijdje achtergelopen. Ik ben gestopt bij 28 augustus. Dus daar ben ik nu eventjes aan het doorwerken. Heel dom. Normaal doe ik het elke ochtend. En ik was het nu gewoon vergeten. Ik weet niet waarom, maar ik was het vergeten. Dus ik ben nu eventjes gauw aan het doorwerken om dit een beetje up-to-date te krijgen. En daarna ga ik denk ik even lekker douchen. Even lekker opfrissen. Ik voel me niet zo lekker. Ik heb heel erg veel last van mijn buik. Kan een goed teken zijn, kan ook een slecht teken zijn natuurlijk. Je weet het niet. Dus ik wil zometeen even lekker onder een warme douche. Daarna ga ik denk ik lekker een maskertje opdoen. Even lekker genieten, rusten. En verder met het boekje. Ik denk dat ik eerst gewoon lekker even onder de douche ga. En daarna lekker op mijn gemak hier en verder ga werken. En lekker wat YouTube video's kijken. Vanavond komt natuurlijk ook nog Dance Dance Dance. Misschien wel eigenlijk een beetje dom. Want dat heb ik dus nog helemaal niet opgezocht. Dus dat ga ik nu ook even doen. Dat ik gewoon lekker tegelijkertijd Dance 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 kan kijken. En lekker eventjes een chill rustig avondje. Ik voel me niet zo lekker. Dus even een beetje mijn gemakje houden. Hallo, ik ben lekker Dance 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 aan het kijken. Ik heb lekker gedoucht. Ik heb lekker een maskertje op waarvan er nog een aantal plekjes een beetje nattig zijn. Die blijven nog een beetje donker. Ik wacht even tot deze goed uitgedroogd zijn. En dan ga ik het er lekker afwassen en dan lekker mijn gemak houden. Ik heb net even op de wc gezeten. Misschien too much information, misschien totaal niet. Enigszins goed eigenlijk. Best wel oké. En er is meegekomen. Gelukkig. Uit mijn eigen. Vind ik heel erg fijn. Teken dat de tabletjes ook wel werken. Alleen heb ik daarna heel erg veel buikpijn gekregen. Ik kreeg heel veel krampen. Mijn buik ging in één keer mega opzetten. Alsof ik in één keer 8 maanden zwanger was of zo. Maar I don't know. Maar ik kreeg in één keer zoveel pijn. En mijn buik ging zo erg opzetten. Dat ik heb echt serieus staan huilen onder de douche van de pijn. De pijn is nog steeds aanwezig. Is ietsje gezakt. De pijn zit heel erg in mijn onderrug nu. Maar hopelijk gaat dat gewoon lekker weg zometeen. Ik ga even wat medicijnen nemen om de pijn een beetje te onderdrukken. En dan ga ik zometeen even lekker Dance Dance afkijken en lekker slapen. Dus that's it. I think. That's it. Ik ga zo lekker slapen, jongens. Maar eerst nog even Dance Dance afkijken, want het is echt heel erg goed. Nu is Bridget. Goed. Alles is compleet droog. Het is tijd om het eraf te halen. Ik ga lekker warm water gebruiken. Hoe warmer, hoe beter. Daarna ga ik mijn gezicht wassen met deze Tea Tree Foaming Face Wash. Even lekker mijn gezicht reinigen en opfrissen. Iets te heet. Goed, je hebt bij mij lekker kunnen zien dat ik lekker ben opgefrist. Ik heb lekker een maskertje opgehad, mijn gezicht lekker gedaan. Ik ga even een crème opdoen. En even, hier is die. Even een crème opdoen. En even mijn lippen lekker insmeren. En eigenlijk is dat vaak genoeg alles. Ik ga jullie even hier neerzetten. Vaak genoeg is het eigenlijk alles wat ik doe 's avonds. Ik vind het nu in het geval in ieder geval lekker om even lekker een crème op te smeren. Doe ik gelijk even hier trouwens. Kan ik het allemaal goed zien? En ja, eigenlijk is het voor nu mijn avondroutine. Ik heb natuurlijk voor dat masker al mijn gezicht lekker gereinigd en zo. Dus dat is natuurlijk wel mooi. Ik ga nu eigenlijk niet zo heel erg veel meer doen. Ik heb een warmtepet. Heel misschien raar gezegd, maar die heb ik in mijn broek zitten. Zodat die lekker op mijn buik zit. Lekker warm. Doe nu niet zo heel erg veel meer eigenlijk. Ik zou zeggen, ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Nog een leuk feitje. Ik heb de oplaadkabel ondertussen gevonden. En vanaf aanstaande maandag begin ik weer met een weekvlog. Dus hopelijk gaat het goed komen. Ik weet niet hoe ik dat in ga vullen, omdat ik natuurlijk ook op school zit. We gaan het allemaal zien. Ik weet totaal niet hoe het gaat lopen. Hopelijk wordt het een beetje interessant. En anders
ja, moet ik hem anders gaan invullen. Maar het zal even zo moeten. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie allemaal heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg allemaal. En slaap lekker voor degene die zo meteen lekker gaan slapen. En voor degene die het in de ochtend kijkt, goedemorgen. En anders, goedemiddag.